Het plan voor vandaag is een game of stick. Stick. Wow. Het boa. Perfect. Shit. Yo, dan een hele goede morgen, jongens. Vandaag zijn we in Jump XL, maar we zijn zo vroeg dat de airbag nog niet eens aanstaat. Het is nu eigenlijk gewoon een 2 meter dieper gat dan normaal. En ik denk dat als je erin springt dat het ook niet heel fijn is. Dus dat ga ik niet vanaf hier doen. Maar dat ga ik vanaf hier doen. Wow, shit. Oh. Heb jij... Dante? Dante was hier net ergens. Dante? Wat de heck? Glijbaan. Oh, hier ziet het er zachter uit. Oh, is echt lekker. Ja, hier ligt meer spul eronder. Hier is het nog zachter, kijk. Oké, Arabier backpool. Stik hem. Oh. Oeh, lekker hoor. Oké, dat wil ik ook proberen. En... Nee, dat was hem niet. Het plan voor vandaag is een game of stick. En het is niet een game of stick dat je van randje naar randje springt, maar een game of stick dat je flips doet. Dus je mag ook een double back op de trampoline stikken. Je mag een Arabier backpool in een lege dit stikken. Je mag alles stikken als je maar stikt. Dus een game of flip, stick, flip, kiss, stick. Het klinkt ook heel lullig als je, stick, flip. Als je maar stikt. Flip. Als je maar doodgaat. Het is nu trouwens een half uurtje voor openingstijd. Zodat we lekker rustig kunnen opnemen. Zodat jullie niet al te veel geluid op de achtergrond hebben. Dus dankjewel dat we even wat eerder mogen springen. Hey, sorry, even een kleine onderbreking. Ik heb ooit zo'n pas gekregen dat ik onbeperkt mocht springen. Die kan jij nu ook halen. Dus klik even het eerste linkje in de beschrijving en dan zie je alle summer deals van Jump XL. Dat is ook een pas met onbeperkt springen. Oké, ga niet meer verder kijken. Je hoeft trouwens niet hier te blijven. Je mag het hele park gebruiken, alles wat je wil. Eerst gaan we doen hier. Naar een handstand op dat ding. Ja. En dan laat je terugvallen. Doe je frontflippie. Stik. Mag je nu terugvallen, zeg maar 180 in de trampoline? Ja, dus je het zo. Oké, doe maar voor. Handstand. Gewoon flip en dan stik. Dat ging mij dan dood. Oké, dus handstand. 180. Front flip. Oh, dat was geen stik. Oh, wow, dat is gek, gast. Wow. Dus als je hem voordoet, heb je één try. Dante had er een soort van twee, omdat hij zei dat hij het voor deze 100 voor te doen. Als je het heb je twee tries. Dus ik heb nog één try. Laten we het doen. Oké, dat betekent... wat betekent dat eigenlijk? 0 crosso's voor osso's. We spelen het anders dan normaal. We hebben 5 kruisen. Als je hem zet en het lukt je niet, krijg je een kruis. Moet de ander het nog wel nadoen. Als het je ook niet lukt binnen 2 tries om na te doen, krijg je ook een kruis. Dus we hebben nu allebei 1 kruis van de 5 kruisen. Heb jij 5 kruisen? Nee, ik heb maar 1. Oh, dat zeg ik toch, ik heb 1 kruis. Oké, je begint hier. Ja. En je springt naar de overkant. Daar naartoe helemaal? Ik weet niet of je dat wel had hoor. Nee. Deze ook. Oh. Oh ja. Dat betekent jouw beurt. Heb je dit überhaupt ooit gesprongen? Nee. Dan wordt het leuk. En stik. Oh, hij was wel close hoor. Ben je überhaupt haalt? Lekker. Nu heb ik hem. Net als nog één truitje. Dat is echt een hele slappe bocht. Geen kruis erbij. Oh, oh. Oh, lekker hoor. Lekker hoor. Yes. Stik. Wow. Gast, wat de heck was dit? Dit was een stick. Butstick. Butstick. Dat betekent dat het nog steeds 1-1 staat en dat Dante weer aan de beurt is. Je gaat aan de basket hangen. Ja. Doe je een hang castaway dingetje. Ja. Backflip je en je landt op het randje. Op het randje? Ja, weet ik veel. Gewoon op de vloer daar. Gewoon op de vloer, oké. Okay. Normaal mag je niet aan de basket hangen, maar we hebben nu toestemming. Ja. Denk ik. Get it. Hij was sketchy, kijk, je landde gewoon hier op de lijn al. Ja. Oh kut, zag je die backflip die eerste kreeg? Het boas. Backflip. Shit! Oké, dat betekent 2 kruisjes voor mij, 1 voor Dante en het is mijn beurt. Vanaf hier, dubbel full landen, hier. Oké, laat maar zien. Ik heb nu al 3 kruisen. Het is gewoon de afgelopen keren dat ik een game of flip, een game of iets speel, ga ik gewoon gelijk allemaal dood. Oké. Sorry, dat was wel bijna er doorheen, gek. En...
Nee. Nope. Wow. Hey, lekker pik. Oeh, leuk. Zijn allebei slecht. Leuk jij challenge. Hebt er 2 en ik heb er 3, hè? Ja, je had echt een leuk challenge. Ja, oké, jij bent weer. Oh. Backflip hierop. Deze hebben we allebei al heel vaak gedaan. Maar we lopen heel vaak gewoon vanaf. Ja, we stikken nooit. We zorgen altijd dat we niet doodgaan. Dat is altijd het belangrijkste. Ja, dat was dus weer geen stik, helaas. Nee? Ik deed een klein sprongetje. Oh. 3 cruisers verbranden. Stikken is toch echt veel lastiger dan het lijkt. Dat betekent 3-3. En dat betekent ik ben aan de beurt en dat betekent doen we salto naar dat ding. Je staat op deze, doet 1 sprong en dan stik je op het blok, balk, muur ding. Ik ga dood. Oh. Yes. Dus... Maar dat betekent 4 kruisen over mij, hè? Ja, en als ik het niet doe, heb ik er ook 4. Zo moet ik gewoon iets doen. Zo wordt het de finale! Vorige keer dat ik dat probeerde, toen landde ik zeg maar met mijn voeten hier. En toen geleek ik zo langs de groep. Wat doe je? Werken? Lijmen. Ik deed net. Oh. Maar dan moet je even uitknippen. Nee. Veel te ver. Ik zag het in je frontflip al. Ja, maar nu gaat hij wel lukken. Oh, je hebt 2 tries. Kom. Ja. Oh, ik was er weer vergeten. Easy peasy lemon squeezy. Blah. Oh. Oh, kijk die teentjes gewoon op de rand. Kijk. 4 crossers voor Boas en 3 voor Dantes. Als jij nu iets onmogelijks doet, heb jij 4 kruisen en ik 5. Dus als jij nu iets onmogelijks doet, moet ik het ook doen en dan ben ik af. Ja. Daarom doe je dit ook. Nee, ik kan het. Oh, echt? Ik weet niet of ik kan stikken, maar ik kan het wel. Oké, dus je springt 1 keer hier. En dan spring je 1 keer hier. Dan doe je het gewoon half de muur in. Dan land je zo. Dan doe je gainer. En dan stik je. En dan stik je. Oh my god. Nee, dat is wel. Ja, het was nog best close ook. Ja. 1 voetje. Ja, of zullen we bij deze moeilijke challenges doen dat je 1 voet mag bewegen? Ja, is goed. 1 voet mag je bewegen. Ja, oké. Okay. Ja. Deal. Was dat goed? Ja. Oh shit! Wil ze die van mij wel weten, die van jou, want ik bewoog niet. Te laat. Oké, okay, maar dat betekent nog steeds 4-3, hè? Ja. Oké. Okay. Gaan we naar de grote trampoline? Maar je wilt het allebei goed kunnen. Triple full. Stik. Je weet als jij faalt. Dat ik verloren heb. Ja, sowieso. Ik moet de risico's nemen om de leven te blijven leven die ik wil leven. Als jij faalt, dan heb je sowieso verloren. Dat maakt niet uit wat er gebeurt. Boeia! Okay. Jongens. Even, oh, het is al laat. Shit, we moeten gaan lunchen. Helaas. Laat het maar gaan. Ik geloof in jou. Nou, ik geloof niet in mezelf. En ik verbaasde mezelf dat dit lukte. Dat echt niet lukt hoor dit. Maar dat is dat, 5-4-4. Ja, en dan doe ik gewoon... Fight voor de muren naar gainer full gewoon. Ja, en die val je zelf ook. Ja, dat wel. Oké, doe maar een trippeltje. Stikt. nee, dat telt niet, jongen. Sorry. Oh ja. Oh, dat was... Gast, als je die ene voet erachter had laten staan, was het 1 voetje geweest. Oh ja. Ah joh, moet je maar iets goeds komen. Ja, het is wel jouw beurt en we staan gelijk, laatste punt, dus je kan me afmaken nu. Maar ik moet het zelf wel stikken, anders zijn we allebei dood. Ja. En dan ben jij zelfs eerder dood dan ik. Dan heb ik alsnog verloren. Dit zijn altijd die spannende momenten bij zulke games. Ja. Ik zit te denken, ik kan ook niks bedenken wat jij per se heel veel beter kan dan ik hier nu. Oké, je hebt je laatste challenge bedacht? Scooter full stick. Ja, dit is wel inderdaad een goeie. Ja, als ik deze niet stik, dan heb ik verloren. Ja. Hop, hop, hop. Oh, lekker hoor. Oh, binnenkort moeten we een game of stick it or lick it gaan spelen. Dus als je hem niet stikt, moet je dan likken waar je eigenlijk moet stikken. En dat moeten we dan buiten doen, gewoon van muurtjes en zo. Dat is wel echt close. Ja, maar dat is hem niet. Oh. Je mag 1 voetje. Hey, dat is wel. Oké, okay, en dat betekent dat ik weer ben. Ik ga gewoon het domste ooit doen. Deze stikken. Ik geef de kracht gewoon weer naar jou toe. Want zo meteen, als jij dit stikt, dan ben jij weer. En dan moet jij als eerste. Ga je onderdoor? Ja. Nou, goedjes thuis. Oké, okay, dan moet je even raden wat ik nu ga doen. Het is op de vloer. We hebben het gisteren nog gedaan. Kon ik het ook? Ja. Nee, dus. Alleen je gaat een beetje scheef. Dubbel schroefie. Dubbel schroef. Ja. En dan. Oké. Okay. Nou ja. Ik heb het gisteren geprobeerd, toen ging het niet zo goed.
Dat is één fout. Beetje spijt dat ik dat heb gezet. Zo. Oeh, die was zo close. Maar normaal lukt mij dit altijd. Ja, mij niet. Ja, gast. Nou. Dat is bijna drie. Probeer het als die daar was. Ik zijn getrainde professionals. Hadden we graag gewild. Nee, voor deze video leuk. Doe een duimpje omhoog. Voor het cheaping naar de kakkers gekleed. Subscribe even. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij de volgende video. Later. En door. Oh.